Welkom bij het online woon-event van Univé Oost. We hebben een leuke vraag binnengekregen voor het herinrichten van je woning. Dus kijk even mee. Bij Angelique is het zo dat haar droomhuis helaas niet doorging. En zij had zoiets van, nou dan wil ik gewoon mijn woonkamer helemaal veranderen. Mijn keuken misschien ook een beetje aanpassen. En ze had al wat nieuwe meubels aangeschaft. En had eigenlijk zoiets van, ik wil nog wel wat meer veranderen aan de ruimtes. En nog wat meer sfeer van maken. De muren waren vrij wit. De meubels zijn allemaal wat donker. En Angelique, ik wilde je wat advies geven. Je vroeg onder andere over een tv-meubel. Omdat de ruimte niet al te groot is, lijkt het me leuk om een tv-meubel te nemen over de hele wand. En je zou dan kunnen denken aan een laag meubel en dan de tv aan de wand hangen bijvoorbeeld. Maar je kunt ook een meubel nemen wat helemaal hoog is. Boven wat vakken erin voor wat leuke woonaccessoires, want dat was volgens mij ook wel een wens van jou. En dan onderin wat opbergruimte en de tv valt eigenlijk dan min of meer weg in de muur. Dat lijkt me een mooie oplossing. Verder zou ik wat kleur misschien toevoegen aan je woonkamer. En je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een okergeel. Ik heb hier wat voorbeelden van een okergeel kussen. Neem dan een rond kussen, maar ook een vierkant kussen. Wissel af met materialen. En je kunt dan ook bijvoorbeeld een printer aan toevoegen. Dan wordt het ook weer wat spannender en wat minder voor de hand liggend eigenlijk. Als je te werk gaat om je huis opnieuw in te richten, zou ik van tevoren een beetje bepalen wat je wilt. Dus neem bijvoorbeeld wat woonbladen waar je wat afbeeldingen uitscheurt. Dat hoeven niet alleen maar woonafbeeldingen, maar dat kunnen ook gewoon stoffen van een jurk of wat dan ook zijn. Dat kun je makkelijk combineren met elkaar. Of maak een Pinterest-bord en prik daarop wat je allemaal leuk vindt. En ga dan een beetje bij elkaar zoeken wat het beste bij elkaar past. En dan maak je eigenlijk voor jezelf een beetje wat ik hier heb gedaan, een soort van moodboard. Dus je gaat uit van verlichting. In jouw geval zou ik voor de woonkamer een mooie plafonnière kiezen of een niet al te laag hangende lamp. En voor in de keuken zou ik lampen kiezen die wat transparant zijn, maar wel gewoon echte eyecatchers, want dat kan de ruimte best gebruiken. Als je dan te werk gaat met het herinrichten, kijk dan goed naar je vloer, naar de materialen. Hier heb ik bijvoorbeeld een ripstof, wat nu echt heel erg hot is. En hier heb ik een andere stof wat een beetje doet denken aan een bouclé. Een bouclé is eigenlijk een stof met een beetje knoopjes erin. Dat is echt ook een beetje een trend van deze tijd. En nou, speel een beetje met je materialen. En laat de kleur van de kussens bijvoorbeeld weer terugkomen in je vloerkleed. Zo creëer je een mooi zit-eiland bij je bank en je stoel. Zo betrek je ze ook iets meer bij elkaar. Nu zijn het eigenlijk wat losstaande elementen. Dan krijg je een soort van zit-eiland. En laat de kleuren dan weer terugkomen in het vloerkleed. En bijvoorbeeld in de accessoires die je verder toevoegt aan de ruimte. En ja. Ik hoop dat je hier wat mee kunt, Angelique. En ik wens je heel veel succes om je huis opnieuw in te richten. En ik hoop dat je dan van je eigen huis gewoon je droomhuis maakt. Bedankt voor het kijken allemaal.